Vandaag breng ik jullie Feyenoord Rotterdam fans een nieuwtje dat zojuist naar buiten is gekomen en dat eerlijk gezegd iedereen heeft verrast. Het is iets totaal onverwachts, iets dat niemand zich had kunnen voorstellen en iets dat ongetwijfeld de gemoederen zal beroeren van degene die de club op de voet volgen. Ik kan je nu al vertellen dat dit nieuws de potentie heeft om veel dingen te veranderen en jij als fan zult alle details willen weten. Feyenoord Rotterdam nieuws heeft een bom laten vallen die de huidige situatie van het team op zijn grondvesten zal doen schudden. En ik ben hier om je er alles over te vertellen. Bereid je voor, want dit nieuws zal ons gepassioneerde fans recht in het hart raken. Laten we samen kijken wat er aan de hand is. Voordat we verder gaan, kijk snel of je al lid bent geworden van ons kanaal. Dan weet je zeker dat je op de hoogte blijft van al het laatste nieuws en hete updates van Feyenoord Rotterdam. Vandaag heb ik drie nieuwtjes uit eerste hand voor jullie, Feyenoord Rotterdam fans. Laten we meteen ter zake komen. Eerste nieuws. Mats Wiever, voormalig Feyenoorder, nu bij Brighton en Hoven Albion, deelde zijn teleurstelling over sommige keuzes die hij tijdens zijn carrière heeft gemaakt. Hij is momenteel bij het Nederlands elftal in voorbereiding op de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland. In een gesprek met ESPN onthulde Wiever dat hij spijt heeft van het spelen in de bekerfinale, waardoor zijn blessure verergerde en hij zowel de finale als het EK niet kon spelen. Hij geeft toe dat de beslissing om op dat moment te spelen een risico was, omdat hij niet alleen dacht aan de titel, maar ook aan de mogelijkheid om deel te nemen aan het EK. Wiever betreurt de gevolgen, maar begrijpt dat je soms voorzichtiger en intelligenter moet zijn. Vandaag heeft hij, hersteld, Vier wedstrijden in de Premier League gespeeld en zou hij zijn tiende oproep voor het Nederlands elftal kunnen halen. Tweede nieuwtje. Antef Tsaunqui, de Feyenoord-verdediger die wordt uitgeleend aan Oleuven, heeft op de training een ernstige knieblessure opgelopen en zijn seizoen lijkt ten einde. De 21-jarige verdediger heeft zijn kruisband gescheurd en zal lange tijd uitgeschakeld zijn. Tsaunqui, die in de zomer van 2023 transfervrij naar Feyenoord kwam, werd vorig seizoen al uitgeleend aan FC Dordrecht. Zijn contract bij Feyenoord loopt tot 2026 en O Leuven heeft een optie om de speler te kopen. De blessure heeft zeker invloed op de plannen van de Belgische club en is ook een groot verlies voor de Leuvense verdediging dit seizoen. Derde nieuwsfeit: Eredivisie-sensatie Sam Stein, de aanvallende middenvelder van FC Twente, is een opvallende verschijning, maar zou wel eens buiten het bereik van Feyenoord kunnen liggen. Stijn, 22, heeft indruk gemaakt met zijn doelpunten en consistente optredens, met name in het gelijkspel van Twente tegen Feyenoord, waar hij het enige doelpunt van zijn ploeg maakte. Met acht doelpunten in twaalf wedstrijden is Stijn de topscorer van de Eredivisie en begint hij nu al gezien te worden als een te kostbaar bezit voor Twente om nog langer vast te houden. Hoewel Feyenoord geïnteresseerd is, denken experts dat de speler al te duur is geworden voor de Rotterdamse club. PSV houdt Stijn ook in de gaten, maar op dit moment zien ze niet de noodzaak om hem te contracteren, tezij een van hun huidige spelers vertrekt. Dus, fans, welk van deze nieuwtjes heeft jullie het meest verrast? Blijf kijken voor meer updates.